Ik heb altijd een passie gehad voor paarden. In mijn jonge jaren heb ik er ook wel bang van gehad. En eens dat ik ermee begonnen ben, heeft het mij gebeten en ben ik er eigenlijk niet meer mee gestopt. Kevin Van Ham, I should say, on Eros Van Oostheim, a 10-year-old chestnut. Mijn beste prestatie tot nu toe gaat het EK in Rotterdam geweest zijn in 2019. Omdat dat mijn eerste grote kampioenschap was, waar dat ik mee naartoe mocht om België te gaan vertegenwoordigen. De laatste jaren ben ik wel aan het trainen bij Jorin de Verwimp. En nu sinds kort bij Michel Georges, dat ook een teamgenoot van mij is. Ik heb een beperking aan mijn linker onderarm. Ik mis daar een stuk tot ongeveer aan mijn elleboog. Het is zo dat ik altijd iemand geweest ben dat heel zelfstandig is en heel veel dingen uitprobeerde. Als ik iets wil proberen en dat lukt niet direct, dan ga ik een manier zoeken dat mij toch lukt. En ik kan tot nu toe toch wel stellen dat er heel weinig dingen zijn die ik niet kan. Buiten misschien handstand, dat gaat een moeilijke zijn.